VBRO nodigt artiesten uit Vlaanderen en Nederland uit in de Radioclub. Aangebrand, de soep is aangebrand. Je moet niet proeven, want de soep is aangebrand. Oh, 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 aangebrand, de soep is aangebrand. Wordt gewoon weer leien, want het is aangebrand. Aangebrand, de soep is aangebrand. Vanmiddag bij ons de gast in de VBRO Radioclub, Anja Jelles. Goedemiddag. Goedemiddag, Mathieu. Dat moet alweer een tijdje geleden zijn dat we elkaar gezien hebben. Inderdaad, ik ben hier een aantal maanden geleden op bezoek geweest met mijn vorige single Waar ik ga of sta. Maar ik ben vandaag met iets nieuws gekomen. Je hebt een nieuwe single uit. Inderdaad, niet met de auto, maar wel met de helikopter ben ik naar hier gekomen. Dat is op en top carnaval. Is dat een beetje Anja Jelles carnaval? Niet alleen carnaval. Ik ben eigenlijk niet echt zo carnaval-minded, maar ik vind het wel een supergezellige periode. En ik vind helikopter is een ambiance nummer 100%. En ik vond het een hele goede periode om met dat liedje naar buiten te komen. En dat merk je wel op optredens, dat het er goed op is, hè, dat nummer? Dat is een ideale afsluiter voor de optredens. We gaan dan echt met van alles waaien, van een zakdoek tot BH of zo. Of onderbroek, maakt allemaal niet uit, als het maar gezellig is. Maar het is echt een fantastisch liedje om de sfeer helemaal op te krikken. En ik moet je ook nog proficiat wensen met je 20ste verjaardag. Dankjewel. Van het liedje... Nee, de soep is aangebrand bestaat 20 jaar eigenlijk, hè? Inderdaad, 94, dat was het jaar van de soep is aangebrand. Voilà, en 20 jaar later zingen wij het nog altijd. We laten nog altijd die soep aanbranden. Momenteel volop promotie met de helikopter. En wat zijn zo de toekomstplannen voor Anja Jelles? Want je hebt eigenlijk nog maar net een album uitgebracht. Zijn er nog dingen die je ooit dus wil doen? Ik wil nog heel veel doen in mijn leven. Maar het is nu echt wel het laatste liedje dat we uit het album gaan halen. Dus ik ben nog met van alles en nog wat al bezig om nieuwe teksten te schrijven, om wat melodietjes bij elkaar te zoeken. Maar als het zover is, dan kom ik weer langs. Zeg, en je krijgt ook van mij nog eventjes tijd om promotie te maken voor jezelf. Misschien, hè, ga je rechtstreeks in de camera kijken. Waar vinden mensen meer informatie over jou terug? Als de mensen geïnteresseerd zijn in optredens, het wel en wee van de carrière, dan zou ik zeggen, surf eens naar www.anjajelles.be. Daar vind je echt van alles. Wordt heel up-to-date gehouden. En ik hoop dat we elkaar binnen de kortste keren ergens in het Vlaamse land zien met mijn helikopter. Meer videoreportages kan je bekijken via onze Facebookpagina.